Kom maar met dat piemelgrapje, man! Ja, hij zit gewoon te denken. Ja, je zegt, kan het nog? Ik denk, ik zet hem op voor je. Ik zat te denken of ik echt zo'n laag grapje moest maken. Ja, je vraagt of het nog kan. Dus ik zeg, ik geef je de voorzet en dan doe je het gewoon niet. Als je een beetje om je heen kijkt, deze map bestaat uit de meest onmogelijke wall rides en bouncies. Hij heette letterlijk hard tricky, dus ik ben benieuwd. En twee lampjes ook. Ja, ja, het zijn wel vijf races, dus ik mag een beetje rekken. Ik vind het niet zo leuk dat we door elkaar heen kunnen rijden. Ja, nou, weet je... Dat is juist leuk, Dan weet je dat het moeilijker is, omdat je anders... dat je het echt voor jezelf doet. Ja, je moet het voor jezelf doen, anders is het is al zo onmogelijk, zeg maar. Je kan het niet verprutsen voor elkaar. Je kijkt nou even wat er lekkere bouncies en loompinkjes hier hebt. Ja, deze komt me wel bekend voor, hoor. Komt hier bekend voor? Ja, deze bekend voor, ja. Is dit niet de ene met Ronald houdt van alle kleine kinderen? Nee, nee, nee. Deze hebben we al gedaan. Het is in ieder geval een nieuw playlistie, jongens. Het is een nieuwe? Oh, ja, okay. Het is een nieuw playlistie. Ik heb hem net gedaan. Dan geloven we je. En we gaan het zien. Het zou kunnen dat we hem net al gedaan hebben, maar ik weet het niet. Maar Ronald, hou je nog wel van alle kleine kinderen? Nee, maar dat was Pascal, niet ik. Hey, maar Godverdomme, ik haat deze map. Dat was de hele fucking reden over deze map dat ik hem haat. Daarom herken ik hem nog. Wow. Wow. Maar ik moet zeggen, ze hebben allemaal wel een beetje trekjes van elkaar, weet je. Ja, dat is waar. Hey, ik hoorde dat Jo host houdt van alle kleine kinderen. Dat hoorde ik tijdens een meeting van hem. Wat? Ja, nee, dat was gewoon niet grappig, Ronald. Dat was gewoon niet grappig. Heb je eindelijk een beat, dan kreeg je dat door. Je was niet, iedereen ging gewoon in koers voor me zingen. Joost houdt van alle kleine kinderen. Echt gewoon constant. Echt allemaal, gewoon compleet afgesproken. Bij die in Pokémon. Ja. We stonden daar gewoon lekker aan het denken iets uit te doen. Iedereen begon wat massaal te zingen. Ik zeg, jongens, doe nou rustig. Dan loopt die politie rond. Kappen nou. Cringe. Ja, al die beveiliging zit je er nog aan te kijken van, ik ga deze man dus even niet... Wie is dit? Ja, maar waarom per se ik, weet je? Wie heeft dat gezegd? Heeft iemand in zijn video gezegd van, je moet even allemaal Joost pakken? Nee. Ik zou Link er wel voor aanzien. Ja, waarschijnlijk. Ze hebben waarschijnlijk van die fangroepjes of zo. En dan gaan ze afspreken van, dit en dit doen we. Nee, ik vind het te grappig. Ja, het is zeker leuk. Het was wel geinig, maar voor één keer was het leuk. Niet voor de hele tijd, weet je. Ze waren echt dedicated. Ja, ze gingen het vol. Ja, echt. Gewoon tering. Maar waren het niet stoppen? Maar waren het kleine kinderen dan die dat zongen? Daar mag ik van mijn advocaat niet over praten. Management gaat daar niet mee akkoord. Inderdaad. Maar wist je al dat liedje uit 1983 komt? Wow. Dat is best wel een oud liedje, hoor. Dat is een oud liedje. We hadden wel een moderne versie. Ja, ik vind dat wij gewoon een HD-versie moeten maken met onze stemmen. Gewoon even wat bas erin gooien, wat trap. Ja, ik wil wel eigenlijk zo'n denkboost, weet je wel. Zo'n denkbaseboost versie. Ja, er moet wel even inderdaad een Debbie ingegooid worden. Ja, elke keer als het woordje kleine kinderen over is, moet je even een dabje doen. Alle kleine kinderen. Ja. Lekker. Popo! Even een drop bij gewoon. Moet ook even inzitten. Drop de kinderen. Drop de kinderen. Je mag de kinderen niet laten vallen. Niet? Management gaat er niet mee akkoord. Nee, alleen baby's mogen niet laten vallen. Kinderen mogen wel laten vallen. Wow. Zolang ze maar een beetje kat eigenlijk syntopisch hebben, dan vallen ze altijd op hun pootjes. Ja, dat is waar. Kijk, daar mogen we Link laten vallen. Link mag je altijd laten vallen. Nee, maar 9 keer, hè, anders is hij dood. Ja, 9 keer is alsnog veel. Ja, prima. Hey, dit is een lekker rangie. Dat is zeker een lekker rangie. Ik ben echt aan nulke... Mijn meningen zijn hierover verdeeld. Heb je me nou ingehaald, Don? Ja. Hoe dan? Ik was gewoon compleet full throttle. Oké, doei. Ja, ik weet niet. Ik druk gewoon op het knopje en het gaat. Ja, ik ook. Hutgum staat nog steeds gewoon eerste. Hutgum? Sta ik eerste? Ja. Niet. Ja, toen jij mij inhaalde. Echt Don hield het voor me zat. What the fuck? Ja, haalde mij in. Totdat ik er vanaf viel. Op een walrijdje moet je niet achter je kijken. Nee, dat merk ik. Potverdorie, ik voel die gewoon weer af. Zelfde plek. Je leert niet van je fouten, Joost. Nee, inderdaad. Je bent een ezel. En alsnog wint hij Don weer, hè? Ik ben nog niet over de finish heen. Alles kan nog veranderen. Dat zeg je altijd. Van alle kleine ezeltjes. Hey. Je host houdt van
alle kleine ezeltjes. Maar als ik een ezeltje ben, dan mag dat. Ezeltjes, hè? Dan valt het nog steeds onder die... Ja, kleine ezeltjes. Ah, zolang de leeftijd niet benoemd wordt, is het prima. Yeah, ook bij dat liedje van... Ja, maar weet je wat het is? Kijk, als gewoon een persoon heel klein is, dan val je toch ook gewoon onder kleine varianten van? Ja, je zegt wel kleine kinderen, dus... Ja, maar iedereen is klein bij jou, Joost. Hey. Ja, Joost! Niet waar, Ronald is groter dan ja, ik. Ja, jij ook, Ronald. Oh, ja. Jij bent ook groot. Ja. Oh, sorry. Dat krijg je gewoon met die mannen uit het noorden. Die zijn gewoon groot. Ja, Ron, en waarom is Harm dan niet groot? Ik ben best groot, ouwe. Hoe groot ben jij? 20 centimeter of zo. Bij het beton. Je had eigenlijk gewoon echt je abonnee-aantal moeten opnoemen. Dat had wel geinig geweest. Ja, maar deze is ook leuk. Geef toe. Ja, hij kan door de bocht. Kunnen Piemel grapjes nog? Ja. Ja? Oh, kom maar. Ja, zeker. Hoe groot ben je, Ronald? Hè? Hoe groot ben je, Ronald? Kom maar met dat piemelgrapje, man! Ja, hij zit zo lang op zich wachten. Hij zit gewoon te denken. Ja, je zegt, kan het nog? Ik denk, ik zet hem op voor je. Ik zat te denken of ik echt zo'n laag grapje moest maken. Ja, je vraagt of het nog kan. Dus ik zeg, ik geef je de voorzet en dan doe je het gewoon niet. Hoe ben ik derde? Je hebt me ingehaald, ik ontplofte. Ik weet niet waarom ik ontplofte. Hoe heb je jou ingehaald? Ik ontplofte. Ja, maar hoe? En dat weet ik niet. Het gebeurde gewoon. Maar, hoe? Ik liep te erg achter. Ja, ik ben er vier keer afgevallen of zo. Ja, dan zo dus. Noob. Ja, ik spreek... Ja. Hier, dat komt gewoon omdat jullie allemaal kleine kinderen in mijn oor fluisteren telkens. Ik word er gewoon een beetje nerveus van. Je wordt er gewoon een beetje nieuwsgierig van. Ja, maar, nee, maar dat denk je. Dan heb je weer zo'n gevoel dat de FBI aan het meekijken is. En dan heb je weer van die pressure, dan moet je presteren, weet je wel. Nou. Ga ik het halen, jongens? Ga ik het halen? Ik... Oh, dit is echt ongelooflijk. Dat was gewoon echt een 2 meter voor de finish. Beetje jammer dit. Beetje jammer. En zo met jouw kanaaltje. Ongelooflijk. Welke kleur neem jij, Don? Ik pak een pimpelpaas. Of houden we daar nog een beetje stil over? Een geheimpie. Geheimpie. Oké, ik ben de kleur van een bekende YouTuber. Ik ben de kleur. Ach, ik ben geel. Ik ben paas. Ah, je bent leeeeet. Ja. Dus. Er komt een roggeltje omhoog. Ja, even roggelen. Ja, ik denk twee vliegen in één klap. Ja, dat is wel lekker. Ja hoor. Let's do! Oh, daar hebben we hem weer, de klassieker. De klassieker. Oh, kijk, dit is een nieuwe. En maar kennen jullie al de Edward meme? Edward meme? Is dat een nieuwe? Ja, de Edward meme. Edward meme? Wat is de Edward meme? Dat is ook wel een man die danst in de... Oh ja, die oude vent. Ja! Tering. Oh god, die enge man. Ja. Och, ja, die is fucking oud. I know. Ik zie het telkens op... Nee, dat meme mag je niet ten leven weer brengen. Maar we kunnen hem ook niet ten leven brengen, want hij is dood. Oh man. Ja, nee, maar je brengt de legacy... Ja, Harambe is ook dood, weet je. Maar dat is ook een meme. Dat is waar. Maar... Ik vind dat hij terug moet. Maar ik zie het telkens op Twitter langskomen. Wat is het eigenlijk? Gewoon een man die eng is. Ja, maar het is niet een normale man. Hij heeft een achterlichte... Ja, hij heeft iets. Aids. Houdt hij van alle kleine kinderen? Het heeft misschien een beetje... te maken met van houdt van alle hij houdt van de kleine kinderen. Misschien wel iets te veel. Hey, maar door die oude man ben ik nu wel echt al 4 keer gevallen. Sta ik nu ook wel 2 in. Oké, prima. Ja, blame het nou op Edward. Ik blame het op Edward. Heet hij ook gewoon echt Edward? Ja, volgens mij heet hij Edward. Dat doet hem echt denken aan Twilight. Ja, mij ook. Ik zat echt aan Twilight te denken. Ja. Ik denk, wat voor Twilight meme heeft hij nou weer gevonden? Gekke meme-pies. Nou, bedenk even dat Edward, waar ik aan denk, moeten jullie even combineren met die van Twilight. Nee. Hoe dan de film zou zijn. Nee. Dan heb je zo'n glitter oude man. Glitterende oude man. Geen wonder dat hij van die kleine kinderen houdt. En lokt ze gewoon met zijn glittertjes. Willen jullie glitteren, jongens? Lekker glitteren. Lekker glinteren. Hé, hey jongens, gun me nou ook al van even dat ik het leveltje mag afmaken, man. Ik zie nou niks van het level. Kijk, weet je wat? Ga gewoon niet meer over eiwitten hebben en dan ga ik me wat beter concentreren. Is dat goed? En laat het ook niet meer hebben over Jezus houdt van alle kleine kinderen. Nee, okay. Ja. En ook niet over Edward. Yo, zeg gewoon dat je opnames niet aanstaan en dan wachten we op je. En dan... Nee, dan start je al vast. Ja. Dat is wel een goeie. Dat heeft de vorige paar keer ook gewerkt. Oh, we beginnen al. Ik heb mijn opnames gewoon nog niet aanstaan. Wacht nou even, jongens. Blijf allemaal even stilstaan. Even, doe het even voor mij. Even allemaal stilstaan, jongens. Dat is wel zo lief. Oké, 3, 2, 1. Allemaal stilstaan, jongens. Allemaal stilstaan. Doei, losers! Harm heeft het arm! Dan schreeuwen wij wel vuile hond. Ja. Hey, jongens, voordat jullie beginnen, ik doe eventjes mijn opnames aan. Oké, okay, dus, ja. Ik wil dat jullie allemaal even wachten. Ja. Godverdomme, start die match. Oké, jongens, ik ben dus even met mijn camera bezig. Ja. Ja, even wachten bij de start, oké? Oké, even wachten. Ja, dat is goed. Even wachten bij de start. Ja. Zo, oké. Jongens, even wachten. Even zinken.
Ja. Oké, okay, ja, dat is goed, dat is goed. Even zinken. Ja, gaat helemaal prima. Ronald is ja. Toch zo'n good guy. Ik dacht al, hij stopt ook. Hij stopt ook. Ik ben een lieve jongen. Ronald is wel een lieve jongen. Ja, het is een lieve jongen. Joost, ben je al aan het opnemen? Ja. Dat is echt zo, dat is, waarom poeien in Jeremy? Ja, maar het is zo'n naar vraagje is het. Echt, hoe vaak ik die vraag al heb gekregen, al zou ik daar elke keer een euro voor krijgen, zou hoerenrijk zijn. Ja, klopt. En je bent al hoerenrijk. Ik weet altijd dat Harm hem vroeg. Dan was ik gewoon random begonnen met, dat was altijd met free roam. Gingen we random free roamen en toen Harm in één keer halverwege, hey, zijn jullie al begonnen met opnemen? Ja. Zei ik dat? Ja, dat heb je wel vaak gedaan door Harm. Hey, als je valt, mis je heel veel checkpoints. Dit is heel naar. Dat klopt. Volgens mij heb ik een checkpoint hier. Ik ja, heb lekker. Het zo vaak in de Hurt World gehad. Het gewoon zo'n joch die komt ja, aan. Ben je aan het opnemen? Waarom zou ik anders in dit spel zitten? Oh mijn ja, god, echt. Esso! Esso! Ik wil Esso doen! Ja. Esso dan mijn moeder! Ja, je kan ook gewoon shout-out zeggen, weet je. Dat is dezelfde moeite. Hey, voor Daan, als jij dat spel aan het opnemen bent, stuur ik wel even op Steam een berichtje van ben je aan het opnemen. Oh, fijn. Oh, ik zie ook gewoon niks. Zagen jullie ook gewoon man, ik zie het al. Hey man, ik vlieg eruit! Hoe kan dat nou weer? Teringspel. Zo. Zo, hey. Boos. Dat is wel jou aangedaan. Ja, hallo. Welkom. Boos. Ja. Ben ik boos met ze onboos? Dat is ook wel een meme, hoor. Dat is wel een beetje een behind-the-scenes meme. Dat is wel een lekker meme. Nee, de beste meme is gewoon, hey. Ja, die doe ik wel heel vaak. Gewoon, hey. Waarom wachten jullie niet op mij? Vandaag hebben we Ronald. Dus, wat? Ronald. Ja. Jij bent boos. Ja? Oh, dat meen je niet. Ik reed perfect op die rand en dan knalde tegen die hoerenrand aan van die buik. Oh, dan moet ik hem helemaal opnieuw doen. En die Don die haalt het gewoon weer. Wat? Ja, Don, ik ben boos. Kom maar met dat introotje. Ja, hallo. het is gewoon lekker, ja, hallootje. Ik gebruik hem nu ook gewoon echt als het telefoontje gaat. Ja, hallo. Nee, ik heb niks met dat. Weet je waarom? Zal ik het uitleggen? No. Nee, ik vind cool. Boos vind ik heel cool. Ja, boos leuk. Maar laatst belde BNN naar mij. Blijkbaar ben ik 10 jaar lid geweest zonder dat ik het wist van fucking BNN. Oh, bellen really? Ze me, zegt ze van, ja, maar dan gaan een aantal zenders weg van televisie. Zegt ze van, boeit me geen reet, ik kijk geen televisie. Ja, jij kijkt vast wel zo YouTube. Ja, ik kijk YouTube. Oh, iets met boos en zo. Maar even serieus, boos is toch een easy budget serie. Laag budgetje. Ja, dus waarom zou ik daar mijn 16 euro in droppen per jaar? Maar je bent 10 jaar lang sponsor van Boos, maar je hebt nog nooit afschriften gezien ervan. Waarschijnlijk zijn die wel afgegaan. Ja, ik zag het laatst. Maar dat was blijkbaar 10 jaar. Gewoon in één keer in 10 jaar gewoon even 10 mil. Ja. Ja, 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 bedankt voor je 100 euro. Ik ben boos voor al die partypoppen, zijn duur. Ja. En die dode mus en zo. Ja, ik heb niks met BNN. Ja, dat kan toch? Dat is jouw ding. Als jij er niks mee hebt, dan is het gewoon zo. Ik vind het toch een van de leukere leuke publieke zenders die zijn. Maar. Erachter. Ja? Zit je management erachter dat je niks met BNN hebt? Ja. Ja. Ik vind het wel hij spreekt nu. Dat is ook de reden waarom ik niet meer de Ronald ben van 3 jaar geleden. Hey, Ronald, als je zo doorgaat, hè, dan zet ik je gewoon uit Revel Mode. Wow! Wow. Ik bedoel, ja, dit kan zo niet langer. Dit kan zo niet langer. Je hoort hem weglopen. Deuren gaan dicht. Hij is boos. Jallo. Ja, hallo. Ja, welkom, boos. Komt even, mama Ronald komt binnen. Ja, hallo.